Hallo, mijn naam is Peter Baartmans en ik ben hier in de prachtige winkel van de Moer Muziekinstrumenten in Aalst. En ik ga u even laten kennismaken met werkelijk een uniek muziekinstrument. En dat is de Yamaha CVP 809. De mooiste digitale piano die Yamaha op dit moment op de markt brengt, in combinatie met het meest bekende en meest geapprecieerde digital workstation wat er op dit moment is, en dat is namelijk de Genos. Dus dit is een combinatie van de beste digitale piano die we hebben op dit moment, plus daar eigenlijk in gebouwd daarbij de Genos. Dat is natuurlijk uniek. En dan kun je heel veel dingen doen. En ik wil u een paar voorbeelden geven. Ik wil heel veel laten horen. En ik zou zeggen, we gaan natuurlijk beginnen met de prachtige klank van de concertvleugel van de Yamaha CFX. Natuurlijk heel mooi, maar nu ga ik daar een stukje Genos aan toevoegen. Een van de, let op, 675 ingebouwde stijlen. Hetzelfde liedje, maar dan krijg je een heel ander effect uiteindelijk. Het speelt ook fantastisch. We hebben een perfect piano keyboard. Het is echt allemaal ongelooflijk. De tweede piano die we tegenkomen is een Beuzendorfer. Een hele klassieke Weense pianoklank. Wenen, klassiek piano. Dan denk je natuurlijk ook vaak aan Mozart natuurlijk. Alleen er zit ook weer een stijl in. We hebben ook klassieke stijlen. En deze stijl die past perfect bij dit stuk van Mozart, dit pianoconcert in Bes. Ja, die combinatie van dat workstation en die digitale piano bij elkaar, dat maakt de CVP nogmaals tot een uniek muziekinstrument. We gaan nu even swingen en daarvoor hebben we ook nog een derde vleugel, een Studio Grand. Dat is een Yamaha C7 vleugel. Die is perfect voor jazz en pop. We zijn weg. Thank you.
dit was een van de Super Articulation 2 klanken, een van de vele. En deze Super Articulation 2 klanken, die vindt u alleen, op heel de wereld, vindt u alleen in de CVP 809 en in de Genos. Dus dat is ook werkelijk uniek dat je die hier in dit instrument hebt ingebouwd. Die zijn werkelijk fantastisch. Zoals ook bijvoorbeeld deze prachtige klarinet. En ik ga daar een freeplay stijl aan toevoegen. Die kan ik ook nog eens bedienen met het voetpedaal, dus met het volumepedaal. Die kan ik werkelijk als een orkest laten inkomen. Dat doe ik dus met mijn voetcontroller, een FC7. En dan kun je werkelijk heel expressief spelen. Dus je kunt niet alleen je perfect uitdrukken muzikaal met verschillende pianogeluiden, maar eigenlijk met alle denkbare instrumenten. En dat is echt ook werkelijk hier uniek. Dit was allemaal heel mooi, heel romantisch. Maar als u zegt, ik hou meer van een echte rock hero gitaar uit de jaren 60, dan hebben we dat ook met ook weer daar de juiste stijlen bij natuurlijk. Welke kant je ook op wilt, het is allemaal ook nog eens in dezelfde kwaliteit. Ik ken natuurlijk Van de Moer Musical Instrument ken ik al heel lang. En ik weet ook dat zij heel erg gespecialiseerd zijn in kerkorgels. Nou, misschien weet u, ik heb ook vroeger op het conservatorium naast piano ook kerkorgel gestudeerd. En ook hier in dit instrument vind je fantastische kerkorgelgeluiden. Uiteraard een split maken, dus dan is het net alsof je twee manualen hebt. En ik heb hier ook een ander geluid van het kerkorgel voor rechts. En dan kun je echt heel mooi, net als op een kerkorgel, met een fantastische galm ook, dus een mooie nagalm, kun je dan spelen. Prachtige galm, alsof je in een hele grote kathedraal zit te spelen. Over een grote kathedraal gesproken, daar heb je natuurlijk ook zo'n machtig orgel en ook een machtig orgelgeluid, hebben we hier in de CVP 809.
Ik zei het al, alles wat je hier gewoon kiest of doet, het klinkt allemaal gewoon helemaal fantastisch. Maar we hebben natuurlijk ook een ander orgel. Ook een van mijn favoriete sounds, de Hammond Sound. Ik bedoel, die is natuurlijk altijd nog geliefd. Een geweldig, unieke sound. Maar ook die kunnen we prachtig spelen op de Yamaha Clavinova CVP 809. Ja, ik zei het al, het is werkelijk een uniek muziekinstrument. We hebben natuurlijk heel veel functies, nieuwe functies zoals chord loopers. Je kunt natuurlijk songs opnemen. Er zitten al heel veel songs ingebouwd, onder andere ook songs om piano te leren spelen. Je kunt natuurlijk ook een iPad of zo aansluiten. Je kunt ook gewoon je muziek van je iPhone of van welk device ook via dit fantastische luidsprekersysteem weergeven. Maar, ik zei het al, ik wil u gewoon heel veel laten horen. En dan kunt u altijd eens even naar de winkel komen, want hier bij Van der Moer weten ze ook echt alles over de instrumenten. Dus zij kunnen u ook helemaal wegwijs maken op dit instrument, onder andere dit instrument. Maar wat dachten we bijvoorbeeld van akoestische gitaren? Ook helemaal fantastisch. Neemt of de piano, of u neemt een accordeongeluid of een trompetgeluid. Ze zijn allemaal van dezelfde kwaliteit. Dat is natuurlijk ook echt wel iets heel bijzonders. Ik wil nog één klein stukje spelen, niet helemaal, maar een stukje van een fantastisch mooie song. En daar heb ik dan weer een MIDI-file, gebruik ik daarvoor. Die heb ik overigens zelf gemaakt. Ik maak altijd mijn eigen songs. Maar ook bijvoorbeeld op yamahamusicsoft.com vindt u fantastisch gearrangeerde songs, ook voor dit instrument, speciaal zelfs voor Clavinova. Dus ik zou zeggen, ik doe nog even een klein stukje van een hele beroemde film My Heart Will Go On uit de Titanic. En dan hoort u nog eens een keer hoe mooi dit instrument kan klinken. En zoals ik al zei, voor alle overige informatie of gewoon misschien even een privé uitleg, dat kunt u allemaal afspreken bij Van der Moer Musical Instruments. Ik ben hier in Aalst, maar ik had begrepen, ze hebben ook nog twee andere winkels. Ik weet niet precies waar, maar in ieder geval in België. En België is gewoon fantastisch. Oké.
Nogmaals, bedankt voor uw aandacht en ik hoop dat u al een indruk heeft van dit bijzondere instrument. Een goede indruk, het is werkelijk fantastisch. Bedankt allemaal en tot ziens.